Welkom Adil en super bedankt dat wij vandaag hier mogen zijn. Ja, natuurlijk. En zo meteen ook even op de locomotief mogen. Ik ga gelijk beginnen. Heb je altijd al dit werk willen doen als machinist? Nee. Vroeger als klein kind wilde ik altijd heel graag bij de politie. Dat leek mij hartstikke gaaf. Maar naarmate ik ouder werd, kwam ik erachter dat het niet zoals in de films is, maar toch wat administratiever is en minder boeiend. Yeah. Dus ben ik verder gaan kijken. En ik woon zelf in Apeldoorn. En vlakbij Apeldoorn heb je een spoorlijntje. Vroeger naar de oude velfabriek. En daar zag ik altijd 's ochtends treintjes heen rijden. Dat vond ik hartstikke gaaf om te zien. Dus daar heb ik me een beetje in lopen verdiepen. En toen ik ouder werd, van de middelbare school af kan, dacht ik, nou, weet je, ik wist misschien niet wat ik moest doen. Ja. En dat leek wel hartstikke gaaf. Dus toen heb ik gekozen van, ik ga machinisten proberen te halen. En bij welke opleiding ben je toen terechtgekomen? Ik ben terechtgekomen bij het ROC van Twente. Ik heb ook nog gekeken naar het STC in Rotterdam. Ja. Maar dat is voor mij verder weg. En Twente biedt mij dezelfde leerstof, al hetzelfde als het STC doet. Dus ja, dat is de keuze snel gemaakt. Dus via het FC van Twente ben ik binnengekomen. Ja. En hoe gaat het proces dan? Als je eenmaal bent afgestudeerd, en dan? Waar moet je beginnen? Als je afgestudeerd als machinist alle examens van het VVRV hebt gehaald, en je hebt staat nog bij een vervoerder dat je ook beviel, dan wordt jou in mijn geval tenminste een baan aangeboden. Dan word je opgeleid van alle aanvullende functies, zoals ook waagcontroleur, rangeerder, nou, alle locomotieven zoals deze wordt je opgeleid. De spoorlijnen waar je moet komen te gaan rijden, moet je gaan leren en worden examens van afgenomen. Dus dat krijg je nog allemaal na het machinist zijn en dan komt er vervoer erbij. Hoe zou jij jongeren aansporen om ook in deze sector te gaan werken en dan om even specifiek te zijn om als machinist te gaan werken? Als machinist zou ik zeggen, verdiep je er eens in. Machinist is natuurlijk een vrij onbekend beroep, terwijl het eigenlijk een heel interessant beroep is. Je komt overal in het land, uiteindelijk ook internationaal kun je komen in andere landen. Dus het is een heel boeiend afwisselend beroep. Nooit is een dag hetzelfde, elke dag is anders. Ja. Dat maakt het uiteindelijk gewoon echt een hartstikke leuke baan. Zou je misschien wat over de lok zelf kunnen vertellen? Ja, natuurlijk. Wat wil je weten? De binnen- of de buitenkant? Ja, laten we buiten beginnen. Nou, de buitenkant is vrij eenvoudig. Het is net een auto wat dat betreft. Ja. We hebben wielen. Deze heeft er 12 4. Het is een locomotief, dus ze zijn aangedreven. Er zit een motortje achter. Dit is een diesellocomotief, diesel-elektrische locomotief. Je hebt een dieseldeel, een dieselmotor, een V12. En daarachter een hoofdgenerator, die wekt dan daar al spanning op. En daarmee gaat het weer naar beneden. Dat doen wij de tractiemotoren, dus eigenlijk de motor van de wielen. En daarmee worden die aangedreven. Dan kan de locomotief in beweging komen. Ik durf het bijna niet te vragen, maar zou ik even met je mee naar binnen kunnen? Ja, omdat je het zo attent vraagt. Kom maar mee. Nou, we staan nu binnen. Ja. Kan je mij vertellen, wat zie ik allemaal en waar staan we? Nou, wat zie je? Het hele paneel van de locomotief. Hiermee start ik alles. Kan ik dingen overbruggen als iets kapot gaat bijvoorbeeld. De twee zo'nwijze stuurtafels. Dus eigenlijk de tafel van je stuurt, zou je zeggen. We hebben natuurlijk geen stuur. Met verschillende attributen die je nodig hebt. Verlichting voor buiten aan de binnenkant. Dit zijn de remkranen. Hier kan ik met de trein of alleen de locomotief gaan remmen. Mijn eigenlijk gaspedaal, tractiepook heet die bij ons, tractiehendel. Hiermee vraag ik tractie van de hoofdgenerator en krijg ik daarmee tractiespeling. Kan ik eigenlijk meer tractie geven of minder tractie geven. Ja. Rijrichting wil ik vooruit, wil ik achteruit, dan ga ik nergens heen. De dodeman natuurlijk, onderin ook nog, een pedaaltje. De knop is hetzelfde. Mm-hmm. Die bewaakt mijn alertheid. Die moet je ingedrukt houden met je voet. Mm-hmm. En elke 30 seconden moet je het even loslaten en weer indrukken. Doe ik dat niet, ik zou bijvoorbeeld flauw zijn gevallen of wat dan ook, dan remt de trein automatisch. Nou, Madiel, super bedankt dat wij deze vlog met jou mochten opnemen. En natuurlijk ook DW Cargo bedankt. Als jullie nou meer informatie willen weten over het spoorgoederenvervoer, ga dan www.railcargo.nl. En dan zie ik jullie daar. Doei doei!